Is hiermee mij alles gezegd over wat er nu in politiek Den Haag weer ja, besloten is? Ja, het is uniek dat we zo lang hebben gepraat over wat dat het eigenlijk besloten is om eens even de zaken aan te zien. We hebben nu ontdekt dat er geen kabinetscrisis komt op afzienbare termijn. En dat lijkt me eigenlijk gezegd ook volkomen begrijpelijk. Ik begrijp ook niet waarom mensen. Ja, dat natuurlijk, Caroline, dat die natuurlijk. Uh, Graag een kabinetscrisis zag, dat heb ik ook wel. Maar dat zie ik voorlopig niet zitten. En ja, nu... Ja. En nogmaals, het, het, het probleem is toch weer een beetje opgeschoven. Want uiteindelijk lopen we weer. Nou ja. Zoals altijd. Ja. Wat hij altijd doet. Het ja. is opgeschoven. Ja. Hij was toch zelfs gewoon ook bijzonder vrolijk. Nou, hij werd, op een gegeven moment werd hem wel gevraagd. Ik weet niet of je dat soort specifieke fragment hebt gezien. Moet u niet opstappen? En uh, daar wilde hij niet op antwoorden. Hij zei, ja, ik heb, het zit nog vol met energie. En toen riep hij kaag erbij en toen liep hij eigenlijk weg. En toen zei hij niets meer. Hij zit nog vol energie. Ik weet niet, zou hij niet iets te veel energie hebben eigenlijk? Nou ja, kijk. Zou niet een iets oudere, suffere minister-president beter zijn? Zoals Wim Kok. Ja, weet je ook zijn sombermans. Ja, of Drees natuurlijk. Heb je niet van de week dat fragmentje gezien van Wim de Bie, die een VVD erna doet, en waarvan mensen ja. zeggen, nou dat was sprekend Rutte. En dat was dus al, nou ja, ja, ja jaren dat, voor dat Rutte. Wel, maar dat geldt natuurlijk voor, het, voor dat, dat hele uh, oeuvre van uh, dat satirische oeuvre van de heren. Dat natuurlijk ook, ook het idee van de tegenpartij was een meestelijk idee. Want dat ze kennelijk al aanvoelden, dat was er al. Dat, dat, dat is er dat, dat gevoel wat tenslotte vertolkt is door door de vijf Messias, dus te beginnen met Pim Fortuyn, was al aanwezig in Nederland. Dat blijkt ook uit verkiezingsonderzoek in de jaren negentig. dat kwam natuurlijk ook een beetje door de Paarse regering, hè, omdat VVD en PvdA samen in één kabinet zaten. Ik was daar toen heel tevreden over, maar of dat achteraf verstandig is geweest voor de, voor de deelnemende partijen, is maar de vraag, naar mijn gevoel en toen al bleek uit onderzoek dat met name ter rechterzijde een, een, nou ja, een, een groep van mensen bezig was te ontstaan die Nederland gewoon niet rechts genoeg vonden die tenslotte gemobiliseerd is door Pim Fortuyn en dat, dat was zeker toen was dat een, 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 het punt toch vooral de migratie natuurlijk het gekke is dat we sinds de vorige jaren negentig veel milder over migratie zijn gaan denken dan we toen deden de meeste Nederlanders zullen er nog steeds niet erg warm verlopen. Maar de, de opvattingen zijn milder geworden. Uh, tenderen meer naar, naar een soort consensus ergens in het midden. Zo ja. goed als ik denk dat ook de, de stikstofkwestie. Uh, in principe in, 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 aan de randen zullen, er zullen misschien een aantal vervelende maatregelen moeten worden genomen. Maar dat is natuurlijk gewoon in Nederland voor een fatsoenlijk. Een redelijk uitgewerkt stikstofbeleid is er een duidelijke meerderheid, daar ben ik van overtuigd. Ja. Laat de regering daarvan gebruik maken. Maar dat fragment van de Bijbel zeer treffend. Ook dat Rut, Fantastisch was het. Rutte ja. kijkt altijd naar, het lijkt wel of hij naar een denkbeeldig iemand rechts naast de camera kijkt en dan gaat hij dan naar lachen en naar zwaaien. En dat doet hij ook vaak als hij toespraakjes geeft na uh, verkiezingen. Dan staat hij op het podium en dan steekt hij altijd zo'n duimpjes op en dan lijkt hij niet als, net of hij naar iemand wijst, maar volgens mij staat er dan helemaal niemand. Dat is een nee, soort maar van. maar sowieso is dat, is, dat, is, dat is, als je op zo'n podium staat, dan moet je ook zo wijzen. Ja. Dan denk je van God, wie zou die aanwijzen? Weet het? De, de, de bekende Formule 1, coureur eh, Schumacher deed dat altijd. Die won elke race gedurende een aantal jaren. En dan stond hij ook zo altijd op dat. <laughs> uh, oh, zo op die manier. Terwijl er misschien naar niemand wijst. Nee, want ik dacht eerst nog God, hij staat zijn broer of zo, of zijn moeder, weet ik veel. Maar dat is het. Het is een handige manier om, laten we zeggen, te communiceren met de, met de juichers. Die daar staan om jou toe te juichen. Waarbij ze allemaal het gevoel kunnen hebben dat zij degene zijn die ja geweest Ja, precies. Dat doen cabaretiers toch ook als ze in een zaal zijn? Dan, dan doen ze net of er iets in het publiek gezegd wordt. Ja. Maar dat wordt dan helemaal niet gezegd. Dat bedenken ze zelf dan. Ja, hoewel eh, mensen vrij regelmatig toch iets zeggen. Ja.